BC Schutlek. En als ik met jou mag beginnen, Wim. En vertel maar eens, wat voor club is dat eigenlijk? Ja, zoals de naam al zegt, is het een badmintonvereniging die inmiddels 30 jaar bestaat. Dat vieren we in wezen dit jaar. We hebben het gevierd voor zowel de senioren als de junioren met een apart toernooitje, met een etentje, vooral voor de jeugd. 30 jaar, vrij grote vereniging, dacht ik toch, binnen Krimpen aan de Lek. Je kan het ongeveer vergelijken wat er in het dorp hiernaast gebeurt. Hoeveel leden hebben jullie dan? Wij hebben ongeveer een 60, nou, het goed schat, 70, 80 jeugdleden inmiddels. En we zitten aan de 30, 40 seniorleden. En dat fluctueert elk jaar. Je maakt al gelijk een linkje naar de buurtvereniging. Is dat liefde op het eerste gezicht? Of is het een beetje haat en nijd onderling? Dat is geen haat en nijd. Wil ik nog wel wat privés bij vertellen. Dat ik zowel bij twee verenigingen bestuurslid geweest ben en ook eergelid ben. Het tegendeel zelfs, want ik ken Jan Timmer vrij goed. En ik wens de vereniging hiernaast ook alle sterkte. Ik heb er ook zelf competitie gespeeld. Twee verenigingen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Om daar even bij te blijven. Vissen jullie dan niet een beetje uit dezelfde vijver? Zolang de vijver nog groot genoeg is, valt dat hier hartstikke mee. Want als je weet dat er in Lekkerkerk ook zoveel jeugdleden zijn en in dit dorp hetzelfde, dan hebben wij als vereniging, als twee verenigingen zelfs, helemaal niet te klagen. Zeker gezien het aantal jeugdleden wat in wezen groter is dan wat je in grote steden ziet. Als ik even naar mijn andere buurman mag gaan. De microfoon even mee. Piet, kan jij wat vertellen over jouw functie binnen de vereniging? Ja, nou, ik ben dan sinds dit jaar voorzitter geworden van de technische commissie. En ze hebben mij ook gelijk gevraagd of ik de PR voor mijn rekening wil nemen. Nou ja, je weet zelf wel dat er ook heel weinig vrijwilligers zijn te vinden. Dus dat heb ik maar op me genomen. Als een van mijn activiteiten als eerste was een nieuwe trainster binnenhalen. Of trainer. Nou ja, zoals je misschien gelezen hebt in de krant. Hebben we een toptrainer binnengehaald. Ginny Severin. Die speelt bij Velo. Sunnet Velo. Het hoogste van Nederland. Samen met Dickie Paliama. Dus ja, daar zijn we natuurlijk zeer trots op dat we die in deze club hebben kunnen binnenhalen. Dat zijn bekende namen. Als vereniging, wat voor niveau spelen jullie dan? Nou, wij spelen nu momenteel met ons eerste team op hoofdklasse. Dan moet je zo zien dat bijvoorbeeld Ginny zelf Eredivisie speelt. Dus dat is natuurlijk een groot verschil. Dat niveau hopen we dit jaar te kunnen behouden. Ik denk het niet. Ik denk dat we dit jaar met ons eerste team gaan degraderen. Dat hebben we ingecalculeerd door heel veel jeugd in te passen. Dus dat gaan we hopelijk dat jaar daarna weer recht zetten. Door weer te promoveren. Dus nu is eigenlijk streven de jeugd ervaring op laten doen. Zodat je daar de komende jaren de vruchten kan van gaan plukken. Ja. Dat gaan we proberen, ja. En moet je dan ook vooral hebben van eigen jeugd? Of kunnen jullie als badmintonclub ook aan trekken aan spelers die goed zijn bij een andere vereniging? Of werkt dat niet zo in de badmintonwereld? In de badmintonwereld is wat dat betreft heel anders dan in de voetbal. Ik kom zelf uit de voetbalwereld. Als je daar met de geldbuidel rammelt, dan kun je wel spelers binnenhalen. Maar dat is in de badmintonwereld niet het geval. We hopen dat door Ginny, door een bekendheid hier binnen te halen, dat daar wel spelers op afkomen. Maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Maar wat die eerste kan nog komen. Dus. Want voor jullie is het eigenlijk een thuiswedstrijd vandaag. Hè? Want jullie spelen en trainen ook in deze sporthal. Ja, wij spelen elke competitiewedstrijd bij de senioren op vrijdagavond. De jeugd speelt altijd op zaterdag. En op woensdag en dinsdagavond zijn de trainingsavonden. Dus dit is voor ons inderdaad een thuiswedstrijd. Is dan de hal heel de dag voor jullie gevuld met jeugdteams op de zaterdag? Op zaterdag spelen we inderdaad competitie met dadelijk met 8 teams. En dat begint om 10 uur 's ochtends en we eindigen weer om 5 uur 's middags. Dat is een flinke dag vol. Dat is een hele dag vol, ja. Gaan we even verder met de voorzitter Wim. Badminton, kan jij eens in het kort vertellen? Hoe zit badminton eigenlijk in elkaar? Ik weet, ja, je hebt een racket nodig en zo'n shuttle en een net in het midden. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar ja, dat is kun jij wat meer vertellen? Dat is vrij makkelijk gezegd, ja. Het is bekend dat badminton een van de zwaarste binnensporten is. Als je het op een beetje niveau wil spelen, dan moet je daar toch minimaal. Wil je op een bepaald redelijk goed niveau spelen, moet je toch minimaal 2 keer in de week trainen. Wil jij boven de hoofdklasse uitsteken. En conditioneel en ook mentaal is het vrij zwaar. Het is heel goed voor mensen, heb ik altijd gevonden uit eigen bevindingen, dat als jij gewoon een drukke baan hebt en je wil zeggen van ik wil wel een sport doen, ik wil op een bepaald niveau doen, je hebt een bepaalde leeftijd om zeker met badminton aan de slag te gaan. En dat is te leren, maar het is ook een mentaliteitskwestie.
En op wat voor vlak bedoel je dan een mentaliteitskwestie van doorzetten, blijven oefenen op een ander vlak? Doorzetten. Badmintonnen kan je leren, zoals je elke sport kan leren. Maar je zal hiervoor een hele hoop moeten doen. En ik vergelijk het altijd een beetje met volleybal. Je moet heel veel trainen om een bepaald niveau te krijgen. En dan is dat mentale aspect is natuurlijk heel belangrijk. En hoe lang duurt zo'n badmintonwedstrijd dan? Er zit volgens mij geen tijd aan, maar een puntentelling. En heeft bijvoorbeeld ook bij een jeugdwedstrijd heeft elke wedstrijd een scheidsrechter? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, op een bepaald niveau boven de hoofdvlas. Als je een stapje hoger gaat, dan krijg je echte scheidsrechters. Nu werk je met clubscheidsrechters, zowel uit als thuis. En dat is altijd al zo geweest. Het enige verschil is in een bepaalde klasse dat je met veren shuttles gaat spelen. En dat doe je in wezen vanaf zeg maar de tweede klasse. Dus wij spelen met team 1 en 2 met veren shuttles. De rest van de teams spelen gewoon met plastic shuttles. En wat is het verschil ertussen? Is dat de moeilijkheidsgraad? Dat is een kwestie van trainen. De moeilijkheidsgraad, je speelt in wezen, als je op een bepaald niveau speelt, speel je altijd beter met veren shuttles. Kan je dat eens uitleggen waarom dat in zit? Is dat puur het materiaal? Dat is puur... Andere beweging van de shuttle? Of? Als je de slagen goed uitvoert, dan zou je dat met een veren shuttle altijd beter voor elkaar krijgen dan met een plastic shuttle. Omdat de veren shuttle nog een beetje echt materiaal is. Ja, plastic is plastic. En de veren shuttle is ook echt onderhevig aan vrij snel schade. Je ziet het wel eens op tv, als je dus wedstrijd op tv ziet, dat om 10 slagenwisselingen wordt er met een shuttle gewisseld. Dan denk je, nou dat is lekker duur. En dat klopt, dat is lekker duur. Is dat inderdaad ook wat afweging om vooral de jeugd met plastic te laten spelen, niet met veer, omdat het ook te duur is om het op die manier te doen? Nou, die overweging hebben wij niet te zeggen van het team 1, wat dus inmiddels ook A-klasse speelt, of het de afgelopen jaren ook A-klasse heeft gespeeld. Dat zeggen wij gewoon van om dat naar het niveau te wennen. Ga lekker alvast maar met veren shuttles spelen. Oké, ik heb even op jullie website gekeken en dan kwam ik een lange termijnvisie tegen. Bij wie kan ik dan de vraag stellen? Ik denk... Ja, toch aan de voorzitter. Ik heb er bijvoorbeeld een zin op geschreven, die vond ik wel heel erg interessant. Want er stond onder andere de normen en waarden terugbrengen die bij het spelen bij Shuttlek horen en daardoor het plezier terug moet brengen. Is er nu dan geen plezier? Er is wel plezier. Dat plezier dat willen we graag houden. En daarvoor hebben wij dit onder andere in onze visie willen weergeven. Om een voorbeeld te noemen, wij maken regelmatig mee in wedstrijden. En ook gewoon als ze onderling elkaar spelen, dat er met rackets gesmeten wordt. Dat er niet beleefd wordt gedaan tegenover een scheidsrechter of tegenover je tegenstander. We willen vermijden dat wij een soort voor het voetbalmentaliteit krijgen, in de slechte zin van het woord. Dat er niet normaal met elkaar omgegaan kan worden. Daar willen wij wel voor waken dat het bij ons wel gebeurt. En daar zijn we ook vrij streng in. En hoe controleer je dat? Of hoe probeer je dat vooral de jeugd bij te brengen? Door vooral met wedstrijden. Er zijn altijd ouderen aanwezig met de jeugd, speciaal met de wedstrijden. En dan willen we de mensen er wel op aanspreken, zelfs harde maatregelen nemen, dat dit toch gebeurt. We zijn zelfs in staat om mensen van de baan te halen als ze zich blijven misdragen. En desnoods wordt er met de ouders gesproken. PR binnen het badminton. Kan je daar een beetje bedrijf een beetje voor warm krijgen om sponsors te worden van deze club? Nou, we hadden natuurlijk de pech dat MyLeaf, dat was onze hoofdsponsor, die stopte na 5 jaar. Dus toen is er natuurlijk gevraagd of we een vervanger konden vinden. Gelukkig hebben we daar het Dijkhuis in kunnen vinden. Voorlopig heeft hij weer een contract getekend voor 3 jaar. Zelf ben ik met het idee gekomen om ons clubblad, wat nu op de website staat, om dat weer uit te brengen in een papiervorm. Nou, daar ben ik nu volop mee bezig. En ik moet zeggen dat de bedrijven het best wel leuk vinden om weer als... bedrijf zijn zeg maar in een blad te komen en dan weer op papier te staan. Wat meer zichtbaar. Juist, dat ligt bij de dokter, dat ligt bij de bibliotheek. Dus dat mensen bij spreken kunnen zien van, bij Badminton Dijk en Shuttlek gebeuren, zijn deze sponsors actief. En hoe belangrijk zijn die sponsors dan voor jullie? Wat betekenen ze voor jullie? Ondersteunen ze jullie met geld, maar ook met andere activiteiten die ze voor jullie kunnen doen? Voornamelijk natuurlijk, kijk, bijvoorbeeld een zaalhuur. Om een bepaald bedrag te noemen, dat kost ook €12.000 in een jaar. Dus we hebben natuurlijk heel veel sponsoren nodig om dat allemaal te bekostigen. Maar we hebben ook andere activiteiten. Je wilt speciale dingen doen voor de jeugd. Je wilt eens voor de senioren wat organiseren. Ja, daar heb je overal geld voor nodig. Je hebt een startdag. Noem maar op. Dus overal is geld voor nodig. En dat vergeten de meeste leden wel eens. Dus je moet er altijd zorgen dat je geld hebt om iets te gaan maken.
En jullie trekken een goede trainer aan. Dat zou ook onderdeel zijn van die termijnvisie die jullie hebben beschreven. Maar waar willen jullie dan met club qua prestatieniveau naartoe? Waar ligt jullie plafond, denk je dan? Nou, ten eerste ligt dat aan of de trainer blijft, natuurlijk. We hebben haar voor een jaar kunnen vastleggen. In april ga ik met haar een gesprek aan voor meerdere jaren. Ook zij heeft natuurlijk een prijskaartje. Dus eerst moeten we ook kijken of dat nog haalbaar is. Wat ik in het begin al in het interview zei. Ik hoop dat er mensen komen, spelers van andere verenigingen, die een keer op onze club bij spreken op een hoger niveau willen brengen. En dan zou het natuurlijk mooi zijn als je bij spreken één of twee klassen kan stijgen. Door mede de trainster. Maar ja, dat is natuurlijk vooruitkijken. Want ik weet niet of er nieuwe spelers komen. En daarom ben ik wel blij dat de jeugd heel veel toekomst heeft bij onze club. En er lopen echt talenten bij. En die wil ik samen met de trainers natuurlijk de kans geven om te ontplooien. En hopen dat de club weer op een hoger niveau komt. Hoe krijg je het voor elkaar om dat soort talentvolle jeugdspelers bij jullie te houden? Van, hè, als ze gaan op een gegeven moment gaan studeren in een andere stad, gaan ze misschien daar spelen. Hoe doen jullie daar actief iets aan om dat soort spelers bij jullie te houden? Nou, wat ik van ziet van onze, zeg maar, ons team 1, daar spelen die studeren al de meeste. Ze zijn niet zo goed dat ze bij spreken ook op een ander niveau hoger kunnen spelen. Dus dit niveau wat ze nu spelen is eigenlijk al te hoog, de hoofdklasse. Dus daar moeten ze aan wennen. Als ze dit niveau aankunnen, misschien door een degradatie, maar volgend jaar weer promoveren. Dan hoop ik dat er dan wat oudere spelers bij kunnen komen om hun te begeleiden. En dan zouden we eventueel 1 of 2 plaatsen kunnen stijgen qua niveau of qua klasse. De jeugd, hoe vaak traint hij in de week? Moet dan twee keer een uur denken of hoe zit dat? De jeugd traint inderdaad op, de jeugd zelf traint op zaterdag en op woensdagavond. En op zaterdag spelen ze ook, dus dat is een dubbel programma. Dat is, nou, als je speelt, dan train je niet. Er zijn nu de senioren, de competitie is vanaf september tot februari. Dan stopt de senioren en dan gaat de jeugd gaat verder. Dus de jeugd begint in maart en, en die speelt tot mei. Dus nu is de jeugd, zeg maar, aan het voorbereiden voor de competitie. Binnenkort worden de jeugdteams bekendgemaakt. Dat is ook altijd een leuk item. En dan gaan we geloof 5 maart gaan we beginnen. Hier op zaterdag met de eerste jeugdcompetitiewedstrijden. Bemoeit die technische commissie zich ook met de invulling van die teams? Of zijn dat echt de trainers en begeleiders die de teamsamenstelling bepalen? Nee, de technische commissie is echt alleen voor de senioren. Het aantrekken van trainers. Inderdaad, het competitieteams maken voor de senioren. Maar de jeugdteams, dat is wordt beoordeeld door de trainers en de jeugdcommissie. Oké. Even als afsluiten naar Wim, de voorzitter, toe. Hoe kunnen mensen bij jullie lid gaan worden? Is dat even binnenlopen, formuliertje en starten maar? Of gaat er wat meer aan vooraf? Dat is onder andere zo simpel ligt het ook. Je kan ook op de website kijken uiteraard. Maar je kan zo binnenlopen. Er zijn altijd rackets beschikbaar. Dat je kan zeggen van nou, ik wil dat toch eens een keer proberen. Dan is daar de gelegenheid voor. Doe je een paar proeftrainingen kan je meedoen met een racket van de club? Ja hoor, dat is helemaal geen bezwaar. We spelen dus op woensdagavond uitsluitend voor de recreant en de senioren. Dit is dus buiten de wedstrijden om, maar je kan zo binnenlopen. Dat doen we al jaren zo en dat willen we graag zo houden. Maar iedereen kan zich zonder meer even melden in de sporthal. Om 7:30. Je noemde al een website. Wat is het adres van die website? Want ik denk dat mensen dan wel even willen kijken. Ja, dat is mijn lief Shuttlek. www.shuttlek.nl. Zo slecht weet ik het. Maar dat is inmiddels ook veranderd, vandaar dat ik de naam nog niet wist. Ik heb in ieder geval op die site gekeken. Er staat inderdaad boordevol met informatie. Qua informatievoorziening ligt het in ieder geval niet. Zelfs jullie complete lange termijnvisie staat erop. Dus de mensen weten gelijk waar ze toe zijn als ze bij jullie willen komen spelen. Ja, dan kunnen ze gelijk de lange termijnvisie doornemen. Dan weten we in ieder geval waar de vereniging voor staat. En wat we in wezen met z'n allen willen bereiken. Zowel recreatief als dat jij gewoon een balletje wil slaan in de sporthal. Dat moet allemaal kunnen. Is er nog een maximum of een minimum leeftijd waarop iemand kan beginnen met spelen? Nou, er is geen maximum leeftijd. De minimum leeftijd is de minis. Die beginnen geloof ik bij de 6 jaar, geloof ik. En dat zijn de minis. Dan ga je verder dus met de junioren. Het enige wat we gelukkig altijd gedaan hebben, ook voor de vereniging, is dat we de oudere junioren al mee willen laten doen in de seniorencompetitie. Om zo vast om een bepaald niveau te laten wennen. Dat is vrij succesvol geweest, anders hadden we als vereniging niet op dit niveau kunnen spelen. Dus jullie denken vooral aan de jeugd. Jeugd heeft de toekomst. De jeugd heeft zeker de toekomst. Dat lijkt me een prima afsluiting. Wil ik jullie in ieder geval bedanken voor jullie komst en jullie woord vanmiddag.
Heel graag gedaan.